Dat betekent dus dat voor de omgeving het geen gevaar heeft. De brandweer heeft het vuur snel onder controle, maar het huis moet als verloren worden beschouwd. De huiseigenaar wil niet voor camera reageren, maar zegt wel dat hij vermoedt dat steenmarters de oorzaak zijn. Die zouden in huis kabels hebben doorgeweekt. Dan ziet u de reportage wel. In Voorde is vanochtend een fietser van 28 verongelukt. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto op de Baakseweg toen hij linksaf wilde slaan. De fietser heeft mogelijk door muziek op zijn koptelefoon het overige verkeer niet gehoord. Door het ongeval was de weg enige tijd afgesloten. Een Gelderse etenpiraat moet een bedrag van 45.000 euro betalen. De boete is opgelegd door het agentschap Telecom dat de zogenoemde geheime zenders opspoort. Het agentschap treedt sinds kort strenger op. De piraten hebben geen vergunning voor radio-uitzendingen en ze verstoren het vliegverkeer en de communicatie voor hulpdiensten. Ik zie het daar meer actief vanuit het Zuidwesten binnen drijft, maar gewoon erbij regen. Nou, morgen dan weer een dag met afwisseling, bewolking, zonnig en overheen. Uiteindelijk gaat het weer wel echt al verbeteren. Dat zien we woensdag en zeker donderdag, vrijdag en zaterdag met dan weer oplopende temperatuur. En dan zijn dit de hoofdpunten van de uitzending. Volgens mij moet je...